Hartelijk welkom bij de Mega 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 Cartoon Network Show. En die komt vandaag weer vanuit de kleinste studio ter wereld. Waarom? Omdat onze producent Luca al zijn geld aan mosterd heeft uitgegeven. Ik ben gek op mosterd. En hier is jullie gastheer, een man die net zoveel van mayonaise houdt als de mayonaise van hem, Mr. Bob Host. Wat klets je nou? Ik hou veel meer van ketchup. Hey, laten we nou beginnen. Zo, welkom bij weer een aflevering van onze show. Wie zou vandaag onze gast zijn? Oh, het is een potje pittige mosterd. Wat? Grapje. Hier is onze echte kandidaat. Dit is de 11-jarige Dave. Hij houdt van Gumball en niet van mosterd. Zijn lievelingsprogramma is De Wonderlijke Wereld van Gumball. Wat echt superleuk is, want vandaag maken we een kung fu film in Gumball-stijl. Je moet nog vertellen wat er te winnen valt. Een plastic lepel met mosterd. Lekker. Deze keer wordt alles heel pittig. Net zoals wanneer je mosterd in je broek doet, Luca. Misschien moet je het nu eens over de show gaan hebben. Gumball maakt heel graag zijn eigen films. We hebben een paar scènes uit het draaiboek waarin jij de hoofdfiguur bent. De kandidaat moet 30 punten halen. Beginnen maar. Bescherm de games. Dave, jouw opdracht is om Gumball zijn kostbare videogames tegen jaloerse robot-piraten-ninjas te verdedigen. Die met kanonskogels aanvallen. Wacht even. Moet Dave dat nou echt doen? Oh, het zijn toch geen echte kanonskogels, sukkeltje. Iedere kogel is 1 punt. Ben je klaar? Start! Dave is er helemaal klaar voor. Hij heeft natuurlijk zijn veiligheidsbril op. Veiligheid voor alles natuurlijk. Hij heeft een prachtige dubbelhandige techniek. En slaat de ballen van zich af. Heel goed. Altijd van je afslaan, Dave. Altijd van je afslaan. En hou je mond toch dicht, want anders heeft zo'n bril geen zin. Kijk, daar ging er al bijna eentje. Ja, levensgevaarlijk. Heel goed, Dave. Hou vol. Dave heeft er wel lol in, hoor. Dave heeft er lol in. Maar Luca niet. Ja, die draagt geen veiligheidsbril, dan krijg je dat. Ja, had hij zeker weer geen geld voor. Heel goed, Dave. Oh, 11 punten. 11 punten, Dave. Goed gedaan. Ik beloof je, ik maak geen mosterdgrappen meer. Dat was heel scherp gespeeld, vind je niet? Nou, ik denk eigenlijk dat je... Scherp? Wacht eens, was het nou weer zo'n mosterdgrapje? Heb je die energie gezien? Die kandidaat is echt een hele pittige jongen. Voor de laatste keer, hou daarmee op. Killerballonnen. Oké, vriend. Jij moet deze gevaarlijk uitziende ballonnen vernielen. Maak ze allemaal kapot, voordat de slechteriken er de hele stad mee vernietigen. En daarvoor heb ik 5 jaar mediawetenschappen gestudeerd. Blazen maar! De chaos is weer compleet. De vraag van dit spel is natuurlijk, kan Dave de slechte ballonnen eruit prikken? Oh, hij heeft al 2 punten binnengehaald. Wow. Kijk nou, wat een explosie. Kosten nog moeite zijn gespaard voor dit buitengewoon spectaculaire onderdeel. Het gaat fantastisch met Dave. Hij pakt alle ballonnen die hij maar kan pakken en vernietigt ze. En heeft daar een duivels genoegen in. Dave, hou je mond nou dicht. Dat is gevaarlijk. Gelukkig draagt hij wel een veiligheidsbril. 8 punten voor Dave. Knap hoor. Man, dat was behoorlijk explosief. Wat jij, Luca? Nou, naar mijn mening was dat een echte ballonslachting. Ik weet niet hoe Ellen het Gumball zich gehouden zou hebben. Nou, waarschijnlijk net als jij wanneer je ontdekt dat ik de hele voorraad mosterd aan een goed doel heb gegeven. Wat? Ik denk dat we maar verder gaan met het volgende spel. Knikkerlabyrinth. Om dit spel te winnen moet je de knikkers van de ene naar de andere kant rollen. Als je moet niezen, dan... Vraag mij alsjeblieft niet om te helpen. Super ziek van je. Ben je klaar? En start! Ja, niezen lijkt me niet een handige tactiek. Dan blijft het balletje opeens overal plakken. Eens kijken hoe Dave dit doet. Dus de concentratie. Oeh, helaas, balletje door het gaatje. Probeer het tweede balletje. We zijn heel stil met z'n allen. Dave heeft opperste concentratie. Hij hoeft nog maar 1 hoekje om. Gaat het hem lukken? Ja, het is hem gelukt! Bravo! Luca, wat is er met je? Oh, ik mis je zo, lieve mosterd. Onze verhouding was kort, maar echt super intensief. Oh, het spijt me. Maar vaak is het echt heel moeilijk om in het labyrinth des levens je pad te vinden. Heeft iemand misschien een zakdoek voor Luca? Ah.
Ik kan niet zonder je mosterd. Pijnlijk. Ninja-aanval. Volgende spel. Zie je die menigte supergevaarlijke ninja's? Schiet ze om met je onafvolgbare talent. Ik heb een idee, Dave. Benut je voetige krachten en gooi met de schoenen. Klaar, start! Dave, hou je neus dicht. Dat zijn de schoenen van Luca. Dat stinkt echt. Prachtige worp. Het lastige van dit spel is natuurlijk dat de schoenen aan elkaar geknoopt zijn. Daar moet ze eerst los zien te krijgen. Oh, dat was net mis. Dat is jammer. En nieuwe poging. Oh, raak! En toch weer mis. Jammer, nu begint hij aan de roze schoentjes. Ik wist niet dat Luca roze schoentjes draagt. Dat kan hij helemaal niet hebben. Die kleur staat dan toch helemaal niet. Prachtig. Nog één ninja staat overeind. De groene schoentjes. Oh, daar heeft hij er maar eentje voor nodig. Bravo! 5 punten voor Dave. Kom dan. Kom maar, ja. Ik heb ze verjaagd. Hé, ik heb nog meer mosterd gevonden. Mosterd? Ja, ik ben gek op mosterd. Geef maar. Dat was een baksteen. Oh, het spijt me. Die haal ik steeds door elkaar. Sorry. Ik haat mijn leven. Stilte, alstublieft. Het laatste spel is ons bonusspel. Een oeroude test van je kracht en moed. Oh, wat is het? Een onverbiddelijke uitdaging waarvoor de ninja-voorvaderen maar één naam hebben. Ja. Stillachen. Stillachen? Dave, om dit spel te winnen moet je de grappigste Gumball-filmpjes ter wereld bekijken. Maar zonder te lachen. Je mag niet eens glimlachen. Maar dat is onmogelijk. Ja, misschien. Daar komen we vanzelf achter. Dit onderdeel zal Dave zwaar vallen. Hij heeft tot nu toe bij elk spelletje gelachen. Hoe zie ik daar al een trekje? Dave! Dat hield je niet lang vol, hè? Ja, is ook wat te begrijpen, hoor. Het is ook wel heel erg leuk. Oh, hij kijkt me serieus. Nee, jij houdt het niet vol. Oh, goed hoor. Nou. Helaas, spel verloren. En nu heeft die arme Dave toch echt verloren. Wat ben jij aardig, zeg. Wat was trouwens eigenlijk de extra prijs geweest? We hadden gewoon nog een klodder mayonaise op de mosterd gekwakt. Haha, natuurlijk. Zoals je het leven van rijke beroemdheden voorstelt, hè? Goed, wat is eigenlijk de eindstand? Het zijn 34 punten! Yay! Wauw, te gek! Je hebt gewonnen! Je hebt je naar de overwinning geschoten, gekomfoed en gelabyrinth. Hier is jouw superprijs. Een lepel met een beetje mosterd erop. Dave houdt zo te zien ook meer van ketchup. Mosterd? Ik ben gek op mosterd. Kom maar. Dag. Tja, dat was het voor vandaag. Kijk ook de volgende keer weer voor meer wilde knotsrekken en reusachtige spelletjes in een kleine studio. Alleen hier bij de Mega Cartoon Network Show. Dag. Dag.